Goedemorgen. Dit is een beetje een gek begin. Ik loop op station Utrecht. Ik had vandaag afgesproken om met Bernie weer naar het water te gaan. Maar ik werd echt letterlijk om 10:30 wakker en ik zou om 11:00 de trein nemen. Dus ik ben Koos make-uploos op de fiets gestapt en gewoon zo snel mogelijk naar het station. Ik heb nog wel eventjes snel een cracker naar binnen gewerkt. Ik denk nou, hè? Maar ja, dus nu loop ik al op Utrecht. Ik ga nu naar de bus. En dan eerst naar Birdie, want Birdie heeft de kamer verbouwd. Dus ze wil ze graag laten zien. En dan gaan we naar het water. Ik ben snot verkouden. Het zat natuurlijk al aangekomen, maar het is officieel gelukt. Sophie wordt midden zomer gewoon snot verkouden. Ja. Bitterbakken zitten gewoon al in. We zijn er net 2 seconden. Heb je het zo warm? Ja, ik had het even warm, ja. Oh ja! Oh. We zitten weer bij het Strijkvliermeer. Strijkviertel. Viertel. Strijkviertel. Hier het is wel echt pretty. Stenen, hè? Zitten hier stenen? Ja, maar je hebt goed. Niet overal. Dus ik heb ananas en mango gehaald om mijn verkoudheid te verslaan. Ja, werkt het? Nee, weet ik niet. Maar ik dacht misschien moet ik wat meer fruit eten. Kijk nou, er zit gewoon een zwaan. Het zijn hele agressieve beesten hoor. Ik zie geen kleintjes verder. Oh. Ga maar weer weg. We zitten hier voor onze rust. Het zijn wel mooie beesten. Ja, dat ik ging zo goed met mijn fruit, maar ja, als er dan een patattent is, dan kunnen we het toch weer niet laten, hè? Dan moet het toch weer gewoon gevreten worden. Sommige mensen die doen ook echt niet sportief hier. Hoor. Lekker borstkralen. Okay. Kijk, daarachter zit er nog één. Okay. Sommigen doen echt alleen plezier. Sommigen komen helemaal niet het water in. Maar ga gewoon. Spreek voor jezelf. Vreten. Ik zit in de auto richting mijn ouders. Ik ben gelijk vanaf het water door. Ik heb ook mijn bikini nog aan. Maar we gaan toch, ik weet 100% zeker, ik ga daar een hapje eten. En we gaan toch in de tuin zitten. Dus dan kan ik gewoon nog even lekker in mijn bikini genieten van het weertje. Het is echt zo lekker. Ik ben uiteindelijk niet het water in geweest, maar ik vind het echt natuurwater en dan zie ik al die beesten en die zwanen en dan denk ik, nou nee, dank je. Hey Stinky, waar zijn papa en mama nou? Hey, kom ik met papa en mama bezoek, zijn ze er niet? Nee, ze zijn zeker nog eventjes ook ergens lekker in de zon. Ik ben een kwartiertje te vroeg, ik had 6:00 gezegd. Ah, dan zit ik hier wel even relaxed, een beetje van de tuin te genieten. We hebben Twist with Prize vandaag. Is het eigenlijk wel gewoon friet verder? Ja, gewoon friet. Ja, er zit wel iets van een poedertje op. Poedertje op. Daar komt geen in taal, hè? Fijn. Ik hou hiermee op. En de laatste. Oh nee, je hebt hem. Nee, Rome Athena, 6. Oh, dat is wel heel spannend. Ja, maar het is wel lullig. Het is wel lullig. Terwijl ik alle kaartjes gewoon keurig heb. Ja, maar ik heb gewonnen. Let op. Oh, let op. De zonsondergang bij mijn ouders is altijd elke avond mooi. Zelfs al hangt er regen in de lucht, dan nog is de lucht altijd zo prachtig. En in het echt is het natuurlijk weer mooier dan op beeld, maar ik wilde het toch eventjes meenemen. Ik had dus mijn oranje schoenen gewassen, want ik kwam er dus achter dat het geen probleem is om verder gekleurde schoenen op het werk te dragen. En deze zit eigenlijk het lekkerst. Alleen, ik krijg ze dus niet schoon, maar ik heb ze maar op 30 graden gewassen, want ik durfde niet zo goed, omdat ik bang was dat het misschien niet goed zou gaan.
Maar hoe warm zou je dit kunnen doen? Kan ik dit ook nog op 60 graden doen of gaat het dan mis? Want ik denk dat de vlekken er dan beter uitgaan. Nou vind ik het niet heel storend. Jawel, eigenlijk wel. Die achterkant is echt nog zo super mooi. En dan kijk je naar die voorkant. Ja, je kunt het ook niet voorkomen. Maar hoe heet zou je dit kunnen wassen? Ik heb even lekker gedoucht. We hebben dus een soort van probleempje. Sinds Ginny uit de bak is, uit de bench, heeft Tiger al 3 keer naast de kattenbak geplast. Terwijl het is echt, op het begin was dat zeg maar een probleem. En toen kreeg ik ook tips van ja, je moet een kattenbak extra nemen. En sinds we 2 kattenbakken hebben, of ik, sinds ik 2 kattenbakken heb, is het nooit meer misgegaan. En nu merk je dus dat Tiger in die 6 weken er gewend aan is geraakt dat hij zijn eigen kattenbak heeft. En het dus moeilijk vindt om te accepteren dat Ginny er ook op gaat. Dus dat vind ik echt super lastig, want ten eerste is het gewoon heel vervelend. Hij plast elke keer in de badkamer op een kledingstuk dat er ligt of op de badkamermat. Dus gelukkig is het meestal wel iets waarvan het niet heel erg is. Maar ik weet gewoon niet zo goed. Ik ga nu dan maar nog een kattenbak extra kopen. Want dat is het enige wat ik kan bedenken. Ik weet dat de officiële regel is dat je per 2 katten 3 kattenbakken moet hebben. Dus dat ga ik dan ook maar doen. Maar als dat ook niet helpt, dan weet ik op een gegeven moment niet meer wat ik moet doen. Ik bedoel, ja, Ginny zal toch ook op zijn kattenbak gaan. Ik kan het niet oplossen, maar ik vind het zo vervelend. Dus dat is even een beetje een domper deze avond. Maar ja, that's life. Dus we gaan het wel weer oplossen. De 2e kattenbak was ook een oplossing. Maar ik vind het ook zo bizar dat de hele keuken al vol staat met kattenbak. Dat vind ik ook gewoon lelijk. Maar ja, als dat het oplost, dan heb ik het er wel voor over. Want elke keer een badkamermat onder het pis is het ook echt niet waard. Ik ga lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen.